Hallo, ik ben Lieneke Leijn en in deze tekenles gaan we een golf natekenen. Voor de opzet van de golf gebruik ik een klein stukje houtskool. Het is maar een kort stukje en dat is ideaal voor het opzetten van die golf. En je houdt het stukje houtskool dan dus plat tussen je vingers. Wat ik dan doe, is zeg maar meegaan met die golfbeweging. Je ziet dat ik hier langzaam steeds vlakker en vlakker ga. Dus richting de onderkant van het blad toe worden die lijnen rechter. Maar bovenin dus gedraaid. En hier zie je die dikste golf die dus omhoog gesweept wordt. En die gaat dus, hoop. Die beweging gaat dus echt naar boven toe. En zoals ik al zei, je houdt je houtskool dus vlak, plat op het vel. En dan probeer je het gevoel van die golf te hebben in je hand. Dus wat voor beweging maakt zo'n golf nu? Ik zal optimaal inzoomen, zodat je heel goed kan meekijken. En wat dan ook opvalt is dat ik niet het hele vlak van die golf dus in zwart, helemaal in kleur met dat houtskool, maar ik hou kleine openingen over. En hier is dat, dat cruciale punt van waar dan die golf gaat omslaan. Het is dus een hele vlotte opzet wat je zo gedaan hebt. Dan neem ik een pastelpotlood. Dat is een Comté potlood van Pitt, is dat. En houtskool zelf is niet al te donker. Zit ook vrij licht op het papier. Ik heb gekozen voor een grijs karton voor deze tekening. En met dat Comté potlood, dat pastelpotlood wat harder is dan houtskool zelf, ga ik nu de echte donkere stukken daarin tekenen. En wat het voordeel is van dat pastelpotlood, is dat je dus goed dat pigment van het houtskool in het papier kan tekenen. Je ziet dat het Comté-potlood aanzienlijk zwarter is dan het houtskool zelf. Volg de lijnen die ik al getrokken had met het houtskool. Je krijgt nu een mooi onderscheid tussen lichtere grijze en echte zwarte delen. En die uitsparingen die hou ik dus uitgespaard. Af en toe even blazen en dan haal je dus die kruimels weg van je pastel en van je houtskool. En dan pak ik een Pitt Pastel wit potlood. Met dat witte pastelpotlood ga ik nu de golf aan elkaar binden. En de allerlichtste vlakken, dus waar het licht op het water weer kaatst, zeg maar, dat ga ik nu uitlichten. En dat doe ik op de delen die ik heb uitgespaard met het houtskool en met het zwarte pastelpotlood. Ik zet aardig veel kracht op dat potlood. En ik kan nu dus die partijen tussen die zwarte delen kan ik oplichten met dat witte pastelpotlood. Tevens bind je dan het zwart en het wit een beetje aan elkaar, dus dat je een compacte en massale golf krijgt. Hier kun je zien dat het houtskool veel minder vast zit op het papier dan het pastelpotlood. Dit even ter demonstratie. Straks gaan we dat weer aanvullen met het pastelpotlood.
Ik pak nu het witte pastelpotlood. En dan ga ik eens kijken naar die rollende schuimkop die dus boven op die golf zit. Die pakt het meeste licht. Dus dat kun je grotendeels allemaal met dat witte pastelpotlood doen. En ook hier volg ik weer de beweging van de golf zelf. Die golf slaat over en om. En ik wil je ook aanraden om meerdere golven te maken. Dus beperk je niet tot één. Probeer er zoveel mogelijk te maken. Je kunt ze door laten slaan op het water. Je kunt ze ietsje verder terughouden. En voor deze demonstratie heb ik dan gewoon zo'n half omslaande golf gekozen. De meest makkelijke vorm die ik kon vinden. Qua afbeeldingen ook. Ze zijn ingewikkeld, die golven. Maar ontzettend, ontzettend leuk om te doen. Het is zo'n dynamisch geheel. En alles rolt en alles beweegt en alles leeft. Dus een erg leuke studie. Die bovenkant is dus, zoals ik al zei, behoorlijk wit. Want daar schijnt de zon dus echt pal erop. En bovendien is zo'n rollende golf is al schuimend en wild. Dus ook hier hanteer ik hetzelfde manier als dat ik beneden deed. Ik vul het grotendeels in, maar ik spaar ietsje piets uit. Dus her en der zie je dan net dat grijze papier door die tekening heen schijnen. Dan ga ik met dat zwarte pastelpotlood eventjes onderaan die kop van die rollende golf wat donkere stukjes inzetten. Zeg maar dat weer schijnt dan in die golf. Zeg maar die golf beneden is vrij donker. Komt echt uit de diepte van de zee rollen. En dat weerkaatst dan een beetje in dat wit van die bovenste schuimkop, als het ware. En dan pal direct onder die rollende schuimkop, daar maak ik de boel dus donker, waar ik net in had zitten wrijven. Dat vul ik nu dus weer gewoon aan, dat kan ook heel makkelijk, met dat zwarte pastelpotlood. Dus je krijgt nu echt een diepte-effect van de onderkant van die golf, die dus omhoog gezogen wordt. Die rollende werking, die krijg je dan heel mooi eruit getekend. Hier linksonder wil ik ook dat die golf goed donker is. Dus ik probeer echt die rollende beweging zo goed mogelijk te blijven volgen. Bij de, zoals ik hem in de basis had opgezet, zeg maar. Dus dat je echt een beweging blijft zien. En om het niet allemaal zwart-wit te houden, heb ik gekozen voor een beetje pastelkleurig groen potlood. Dit is gewoon een aquarel potlood trouwens. Om daar toch iets en wat kleur in te zetten. Je kunt ook kiezen voor een donkerblauw of een lichtblauw, net wat voor zee je wil gaan tekenen. Je hebt van die azuurblauwe zeeën, ook van die strakblauwe, maar ook bruinig tintige zeeën. Dus kies de kleur die je wil. En zoals ik al zei, probeer ook meerdere soorten te maken. Hartstikke leuk. En ook in die bovenste schuimkop, die dus omrolt, dan wil ik ook dus wat van dat groen in verwerken. Kun je hier en daar nog eventjes kijken wat je wil. Dit is dat cruciale punt, dat omslagpunt. Die wil ik echt heel donker erin hebben voor dat speciale 3D-effect. Dat die echt zo omgaat. Dat water slaat echt om, zeg maar. En ja, die kop, je ziet het ook links. Die kop van die golf die dan omklapt, die kun je net zo maken als je maar wil. Heel strak of heel wild. En dan voor het echte
dynamische effect doe ik net langs die buitenste rand even zo'n zonnelijntje erlangs. Om hem nog een beetje meer eruit te laten springen, zeg maar. Hieronder kan hij ook nog wat schaduw gebruiken. Het is eigenlijk schaduw in het water wat je tekent. Dat is dan die slagschaduw die dan onder die golf zelf zit. Dus onder dat omslagpunt. Ik heb deze tekening ook met gewoon potlood gemaakt. Dat is dus ook mogelijk. En je kunt het met meerdere soorten materialen maken. Maar ik vond het wel leuk om eens een keer weer met pastel aan de gang te gaan. Is ook heel leuk. Je krijgt er wel wat vieze vingers van, maar het effect is er wel naar. Het is een goede, leuke studie om te maken. Je kunt die golven net zo gek en net zo wild maken als je maar wil. Dit was in ieder geval een vrij strakke demonstratie, een soort schetsje eigenlijk. Dus, ik hoop dat jullie ermee aan de slag gaan en dat jullie er heel veel plezier van zullen hebben. Dat het een groot succes wordt. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En geef het een dikke like als je hem leuk vindt. Succes en groetjes van Lieneke.